Ja, maar ik snap deze hijsa allemaal niet omtrent Hans Roes. Hans Roes heeft ook kunnen lezen, want hij is lid van de alternatieve eenheid. Hij heeft kunnen zien dat we een aankondiging hebben gedaan en dat we vanavond live zouden gaan. Dus ik snap heel deze discussie niet. En dit verpest onze première en daar ben ik een beetje zat van. Ja, maar daar is ook geen discussie. Wij hebben niks voor nodig, in godsnaam. Nee, maar Brabant. Nee, dat... Echt waar. Ik ben hier een beetje klaar mee. Het is alles behalve netjes om het op deze manier te doen. Ook door een Hans Roes. Dit had ook gewoon netjes privé kunnen besproken worden. En we hebben een aankondiging gedaan, per van tevoren. Had je al kunnen lezen dat we vanavond live zouden gaan om 9 uur. Dus ik snap heel deze hijsa niet, nogmaals. En ik ben er echt wel een beetje klaar mee. Je mag zeker je mening geven, Lily. Mag je zeer zeker. Maar het hoeft niet, onze nieuwe première hoeft daar niet onder te lijden. En dat doet het nu wel. Mensen, dit is maar juist... Maar het gaat er alleen maar daarover. Het gaat alleen nog maar daarover. Dit is juist wat we willen voorkomen. Precies dat. Maar ja, kijk, heel die chat, het gaat alleen maar daarover. Alleen maar daarover. Maar als we dit gewoon nou zo netjes, zoals het hoort, volwassen onder elkaar, gewoon gezellig privé hadden kunnen bespreken, had dit helemaal niet nodig geweest. Maar het verpest gewoon alles nu. Ja, het is wat je het laatste... Nou, precies dat, Fab. Dit dus. Wat Fab zegt, ben ik helemaal mee eens. Want dit is inderdaad geen eerlijke kans, want dit is onze voorstelronde. En het wordt, en dan wordt er zo mee omgegaan. Ja. Alles behalve netjes. En dan druk ik me nog heel zacht uit.